Het begon heel leuk. Via chatten heb ik hem leren kennen. بعد هو ورا لي واحد الوجه اخر ماشي هو الحقيقي الوجه ديالو. Well, he wasn't actually drinking. Whenever I left him, he was smoking cannabis. I wouldn't argue. It would be, you would just know he was in a bad mood, his temper. And اني نهضر معاه الوقيته اللي كنهضر معاه كيضربني يعني كيضربني واحد الضرب يعني ماشي غير عادي يعني لواحد الدرجه انني كنوصل فيها حتى للسبيطار كيجيو فيها البوليس على بالي مشي zgłosić to na policję wtedy ponieważ nie miałam rodziny nie miałam wsparcia bałam się c'est pas la personne que j'ai choisi mais à travers de mon oncle comme mon père et ma mère ils ont tous décédé. He was very abusive to my children. I have to escort my children between rooms because he was like watching them with this, you know, fierce look in his eyes. Avant, même si on parle comme ça, j'ai peur. C'est nous, il n'y a pas ça. Il y a trop de violence. Je ne suis pas courage à parler avec quelqu'un. Toujours j'ai peur. Toen ik mijn huis wou verkopen, is hem helemaal geflipt. En toen heeft hij mij een kanaal willen rijden. Geweld tegen vrouwen en kinderen in Europa is een immens groot probleem. Het komt heel veel voor. Het brengt ook heel veel leed met zich mee. En naast het leed wat het met zich meebrengt, kost het de Europese Unie ook vele miljoenen euro's op jaarbasis. Het is een groot probleem, vooral omdat het nog altijd een heel groot onbekend probleem is. Dus zoals we zeggen, er is een groot dark number. I think it's a problem that is maybe kept under wraps. It's something that's not talked about. I think there's still an awful big stigma around the whole issue of violence towards women in this city. Quite often we'll find that victims maybe tolerate up to 35 incidents of violence before they will actually make a complaint. Silent is the best friend of the offender. En dat is toch wel vrij ernstig in onze moderne liberale samenleving, omdat zeker ook de kinderen dat voor een stuk gaan meenemen. Since I've become a judge, one of the things that has struck me are the similarities in the backgrounds of certain types of offender, which frequently result from exposure to domestic violence within the home at a young age. Hij ging met zijn knie op mijn keel zitten. En ik lag daar op de grond en ik hoorde de kinderen schreeuwen, mama, mama. Dat je zelf zwart voor de ogen ziet, dat je niet meer weet wat je moet doen. Ik had zo schrik, ik dacht, die gaat mij ombrengen. En ik wou niet naar de politie gaan, maar mijn vriendin heeft me meegesleurd. Dat is mijn geluk geweest. It's not easy to start talking about this. And you have all kinds of feelings. You have shame and you have guilt and you have all these difficult feelings. Die meisten Personen, die in die Gewaltschutzambulanz kommen, haben akut sichtbare Verletzungen. Die haben Schmerzen, die stehen noch extrem unter Schock, die sind traumatisiert. Und in diesem Zustand ist es schwierig, durch die gesamte Stadt zu fahren und verschiedene Orte aufzusuchen und womöglich auch noch immer wieder anderen Leuten die gesamte Geschichte von vorne zu erzählen. Berlin ist eine riesige Stadt mit 3,5 Millionen Einwohnern. Es ist so, dass wir in Berlin ein sehr großes Hilfesystem haben. Es gibt 6 Frauenhäuser, 5 Beratungsstellen. Als je kijkt waar mensen allemaal naartoe moeten gaan als de geweld eenmaal aan het licht komt, dat is echt gek. Drop-out bij mensen is ook hoog om die reden. Als je al moe bent en gedeprimeerd bent en heel veel hebt meegemaakt, waar je eventueel ook nog een hoop schuld- en schaamtegevoels rond hebt, en je moet je dan 27 keer verplaatsen naar diverse adressen in de stad, dan is het niet moeilijk dat je het opgeeft. Zeker als je dan nog wordt geconfronteerd met wachtlijsten of met niet aan elkaar aansluitende diensten. Er waren heel veel initiatieven. Ik heb dat eens op een kaartje gezet met heel veel bolletjes. Je krijgt dat eigenlijk zelfs niet op één groot blad. Krijg je dat eigenlijk niet meer. Ik denk dat veel diensten nog vaak op een eilandje aan het werken waren en denken van vanuit mijn eigen dienst zal ik het wel kunnen oplossen. I heard about the Family Justice Center concept. I think I heard about it in 2015, just vaguely.
But I saw it for myself for the first time when I visited the UN Women Conference in New York in 2016. And we went for the conference and it was so inspirational. Het concept is voor de eerste keer uitgewerkt in San Diego, in USA, Californië. En zij hebben dat model verder uitgezet, eerst in de States, maar daarna toch ook wel wereldwijd. Wij waren al lang met verschillende partners in Europa in contact, onder andere met Nederland, ook met Duitsland, Italië en zo verder. Is er een project uitgeschreven en we hebben dat project gehaald, waardoor we op dat moment op 6 plaatsen in Europa een Family Justice konden opzetten. Wij zijn daar in Antwerpen met 2 voeten ingesprongen. En dit heeft ons een ongelooflijke boost gegeven om eigenlijk neer te zetten wat we vandaag een paar jaar later hier hebben. Je komt binnen zo'n centrum, alle voorzieningen die slachtoffers nodig hebben om uiteindelijk uit hun verschrikkelijke situatie om eruit te stappen, die zijn daar. One stop shop. Ik vind het echt veel beter dan dat we tot dusver deden. En ik heb van Anfang an gedacht, dat wäre perfect. In de medizin gibt es ja deze Ansatz, immer alles zusammenzuziehen und unter ein Dach zu setzen, dass man so Exzellenzzentren hat. Und das Family Justice Center ist in mijn Augen genau das. Quand je suis arrivée dans ce département, j'ai été frappée par cette population si diverse et qui avait peut-être plus qu'une autre besoin d'un accompagnement. Et connaissant de par mon métier de gynécologue cette question des violences faites aux femmes, j'ai décidé de m'y former un petit peu plus. Et j'ai rencontré cette femme et ce projet absolument fantastique d'avoir un seul endroit, un seul point d'entrée pour les femmes victimes de violences où elles pourraient avoir un soutien de différents types sans être obligées à chaque fois de raconter de nouveau leur histoire. Et je dois reconnaître que ça n'a pas été facile. Déjà de convaincre que ce projet avait du sens parce que comme ça n'existait pas sous cette forme-là, les gens se disaient que c'était peut-être pas utile. Sometimes there is this window of opportunity. And when we were discussing the visit with the Family Justice Center at an evening dinner, which the Minister of Welfare invited us to, we had a very good discussion. And everybody was happy with this. And we had people coming from different sectors. There was this consensus at this dinner that this is something that we absolutely must have in Iceland. Het is natuurlijk wel juist een heel goed idee dat het van de partners zelf komt. Hè. Als er een enthousiasme bij de mensen zelf is, bij de diensten die er al mee samenwerken, dan heeft dat veel meer kans op slagen. Hè. En ik denk dat daarom wel heel belangrijk is dat zoiets bestaat. Ja. Waar dat ze gewoon maar in een huiselijke sfeer komen en waar ze dan op dat moment misschien zich ook net iets comfortabeler voelen als bijvoorbeeld op een politiebureau. Then you have this relaxed atmosphere and you're here on your own terms. How do you want it? What do you want to do? How do you want us to react? What do you want us to do for you? And then this little white fluffy thing greets you and you just sit on the sofa and pet him and it's quite an icebreaker. And sometimes people, if they sit on the sofa and I tell him the story and the dog goes beside them. And it's comforting for many people, even though he's snoring. I was so down at that time. I would have slept in the clothes that I was wearing during the day. That's how bad it was. Hij was weg en de dag van de nou ga ik. Alles achtergelaten, een paar kleertjes gepakt, de auto in en weg. En toen heb ik hierin gebeld en binnen een uur kon ik terecht. Went down to woman's aid and it was brilliant. I couldn't do it now, but at the time it was like heaven, it was brilliant. Er waren meteen de mensen die nodig zijn voor mijn situatie. Die waren er. Ze regelen alles, ze helpen je, financieel, alles. Zitten hier ook specialisten die juist ook weten wat het voor de kinderen betekent? Want ik merk het wel, dat ze 's nachts wakker worden bijvoorbeeld en dromen. Of dat Kevin heeft laatst weer een keer in bed geplast. Dat heeft hij nooit meer gedaan.
Mamy u nas do żury funkcjonariuszy, kobiety są bardzo z tego zadowolone. Zdecydowanie wzrosła liczba takich kobiet, które chcą składać zawiadomienia, które... È un punto di riferimento perché permette loro di giungervi anche in modo molto riservato, nel senso non è un posto in cui possono incontrare persone anche del territorio, no? Essendo un posto molto riservato e chiuso. Dzięki temu, dzięki tej współpracy, dzięki Centrum Sprawiedliwości w Rodzinie budujemy jakby na nowo osobowości tych ofiar, bo motywujemy do dalszego działania, do powiedzenia głośno przemocy stop. It would be a great move forward in terms of allowing everybody to embrace justice as their right and allowing the Justice Department to embrace victims as their responsibility. Gaandeweg heb ik leren inzien dat de strafrechtelijke aanpak dat eigenlijk maar het topje van de ijsberg is, dat onder andere problematieken schuilgaan die daar eigenlijk mee moeten aangepakt worden, wil je echt zorgen dat het geweld binnen een gezin stopt. En dat was voor mij eigenlijk wel een wereld die openging, maar zo nodig ook, om dat van elkaar te weten wat we doen en om samen te werken, want samen kunnen we veel meer bereiken. Want je leert nu dus eigenlijk ook wat de andere partners allemaal kunnen betekenen. Je weet wat de mogelijkheden zijn, maar ook wat de onmogelijkheden zijn van de partner. De politie zorgt dat de case manager goed in positie blijft voor zijn rol als hulpverlener naar dat gezin. En wij zorgen dat we niet in de rol komen van politie of justitie. Dat is niet alleen leuk, dat is ook heel efficiënt. Door goede samenwerking zijn wij kostenbesparend en capaciteitsbesparend. We weten, huiselijk geweldgezinnen zijn gezinnen die makkelijk recidiveren. In Nederland zijn percentages tussen de 68% en 80% van recidieven. En we hebben gezien dat door de interventie en de behandeling die wij een jaar volhouden met deze mensen, is het aantal recidieven gedaald tot nog geen 10%. En we merken ook dat de mensen daarna veel minder zorg nodig hebben als de periode die ze hiervoor gehad hebben. Dat betekent voor de politie heel simpelweg dat ik minder capaciteit kwijt ben bij een huiselijke geweldzaak. En op die manier het zo specifiek mogelijk à la carte voor dat specifieke gezin gaan aanbieden. Het mooie van dit model is dat het toepasbaar is in alle landen. Wat je in Frankrijk, in Spanje, in Griekenland, in Slovenië of waar dan ook kan neerzetten. Ici en fait, ça a été une sorte de pilote pour la France. Et donc maintenant, on pourrait passer, en tout cas sur le territoire français, à la duplication, pas à l'identique, hein, à adapter en fonction des territoires et des besoins, mais à avoir cette même approche qui est complètement centrée sur les besoins des femmes et qui répond au mieux. Gdzie każda komenda wojewódzka powinna brać udział w tworzeniu wspólnie z Fundacją Centrum Praw Kobiet lub z innymi fundacjami, żeby tworzyć takie centra sprawiedliwości w rodzinie. Wat ik denk dat mijn droom is rond het Family Justice Center, is dat wij een veel groter expertisebureau kunnen gaan worden, waar mensen ook kunnen inlopen rond allerlei zaken rond interfamiliaal geweld, waar ze info kunnen halen, waar ze eventueel ook naar de dokter kunnen gaan. Dat we veel sneller en veel degelijker op de situatie kunnen ingrijpen om op die manier mogelijk ook wel wat preventief te kunnen gaan werken. We bereiken momenteel 89 slachtoffers in onze lotgenotengroep. De lotgenotengroep die maandelijks doorgaan komen 15 tot 18 vrouwen. Heel mooi om te zien, je ziet echt wel dat de slachtoffers elkaar ondersteunen. Dat wordt ook wel gezegd door de slachtoffers. Als ze elkaar verhalen horen, dan denken ze van of mijn probleem is niet zo erg als haar probleem. En dat versterkt ook wel. Het Family Justice Center model werkt. Dat hebben ze in Amerika ook aangetoond. Er zijn inmiddels meer dan 100 centra verspreid over de hele Verenigde Staten. En onderzoeken die ze daar gedaan hebben, tonen ook aan dat het echt een effectief resultaat heeft. De ervaring die we in Europa opdeden is dat het wel geen copy-paste model is. Het is echt het model met zijn principes en werking gaan vertalen naar je eigen realiteit. Zo krijgt het model ook body.
Well, we love our partnership with the European Family Justice Center Alliance. We have met so many wonderful partners from all over Europe, and each and every location that we have gone to, each and every country, we continue to learn more. Not one city, not one county, not one country has figured it out. No one has done it all perfectly, but we can learn from each other. And what we have learned from the European Alliance is really to take a holistic view at the family. My father said to me years ago, when I was leaving, and my marriage was, you know, did it hit you? Because I didn't worry for anybody else to hit you. And I think that was a very strong message that came back to me at the time. And I think that's one of the things that women and men need to learn, that they are worth more than that, you know, and that they can find the strength to walk away. Momenteel gaat het veel beter. Zeg het, alle instanties rondom mij die zijn ingeschakeld. En ik ben terug mijn normale weg aan het gaan in het leven. Maison de femme m'a beaucoup aidé, beaucoup même. Mon aidé pour mes démarches. Violette. Kan qra, wildi kemchi lkrij. Alhamdulillah, kan goul. Nzid njtahed, njtahed ktar f Nederlands. I'm so happy now because I'm free and I'm taking this experience and I'm going to use it for my benefit. I'm doing a master's assignment in gender studies about women in this situation who are living an abusive man and how the system works and does not work in some cases. Then hopefully make a good career out of it. I naprawdę bardzo się podniosłam psychicznie i fizycznie, po prostu czuję się mocniejsza. We nodigen dan ook iedereen uit die geïnteresseerd is in het model met ons contact op te nemen via onze website of via ons e-mailadres. En gezamenlijk te kijken van hoe we het model in de regio waar het om gaat neer kunnen gaan zetten. Want het gaat om samenwerken.